Nou, goedenavond allemaal. Fijn dat de kerk zo vol zit. Geweldig. Want ja, we hebben hier als koor en als projectleden en als dirigent al heel lang naartoe geleefd. Eigenlijk begin van het seizoen samen om tafel van nou, wat gaan we doen? Wanneer wordt het concert? Welke liederen gaan we zingen? En zo werd het steeds concreter. En Matthijs steeds enthousiaster, want dat zie je wel met zoveel muzikanten. Super, het is echt een feestje. We mogen dankbaar terugkijken op dit seizoen, maar eigenlijk alle jaren al. 35 jaar dat Nadia bestaat. Bijzonder dat we in onze omgeving hier zo als jongerenkoor mogen zijn. Dat we ja, in de kerk, in de diensten mogen zingen tot eer van God. En dat is bijzonder. En zo zijn er koorleden gekomen op het koor, soms gegaan, soms zelfs weer teruggekomen. En daar zijn we dankbaar voor. Ook het koor geeft vele vriendschappen, huwelijken en samenhorigheid en dat is fijn. Het mogen zingen tot eer van de Heer, dat is iets moois en dat willen we dan ook uitstralen. En dat allemaal tot eer van Hem. En daarom wil ik ook met jullie lezen Psalm 150, waarin ook Gods lof wordt gezongen. Halleluja, loof God in zijn heilige woning, loof Hem in zijn machtige gewelf, loof Hem om zijn krachtige daden, loof Hem om zijn oneindige grootheid. Loof Hem met hoorngeschal, loof Hem met harp en lier, loof Hem met dans en tamboerijn, loof Hem met snaren en fluit. Loof Hem met klinkende bekkens, loof Hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heere. Halleluja. Nou, met zo'n orkest kunnen we dat wel waarmaken. Ik wil graag volgen in gebed. Trouwe God en liefdevolle Vader in de hemel, aan het begin van dit jubileumconcert komen we bij u. Want Heer, u komt alle dank, eer en lof toe. Dat wij als jongerenkoor al 35 jaar mogen bestaan. Dat we in al zoveel kerkdiensten uw lof hebben mogen bezingen. Dank u wel. U staat ons bij, elke keer weer, en het koor. U gaf ons gezondheid het koor te begeleiden, te dirigeren en daar danken we u steeds voor. Het is een jubileumconcert, maar eigenlijk een dankdienst voor al uw trouw. Wilt u zo met ons meegaan deze avond? Dat we mogen zingen vanuit ons hart. Dat er een klein stukje hemel op aarde mag zijn en u daardoor de eer krijgt. Wilt u Matthijs helpen als hij het koor dirigeert en ondersteunt? Wilt u met de muzikanten zijn en helpen om ons koor te begeleiden? En met ons als koorleden dat we mogen zingen vanuit ons hart. Met al ons blijdschap, verdriet, vreugde of dankbaarheid. Heer, u kent ons wat er in ons speelt. Wilt u de mensen in de kerk geopende harten geven? Dat ze geraakt mogen worden door de liederen die gezongen worden of die we samen mogen zingen. Wees u zo bij ons. Dit vragen we alles. In Jezus' naam alleen. Amen. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. As heaven looked away, the Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged, the power of
to sing. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Thank you.
Hallo allemaal. Gaat goed? Ja? Het bestuur van Nadia heeft aan mij gevraagd of dat ik in het kort iets wilde vertellen over het ontstaan en het verloop van de eerste jaren van Nadia. Dat zal ik nu gaan proberen. Ik ben Gerrit van der Rune uit Rijswijk en ik wil u terugnemen naar mijn roots, naar mijn geboorteplaats. En dat is toevallig, of ja, ik vind het niet toevallig, maar dat is hier in Genderen. Hier ben ik geboren. En nog iets anders wat niet toevallig is, maar het behoort zo te zijn, denk ik. Ik ben in deze kerk, ben ik gedoopt. Ja, ik zal maar niet zeggen hoe lang geleden, maar ja. En voor mensen die uit Genderen komen en die wat ouder zijn, ik ben een zoon van Jo en Teuntje van Drune. En in de volksmond, ik ben er een van de slager van de Hoofdstraat. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Op jonge leeftijd is mijn vader toen gestorven. En dat heeft een hele diepe indruk op mij gemaakt. Ik ben daarom, na een hele poos, ben ik op het bekende koor, toen bekende, koor Jeugd voor Jezus uit Genderen gegaan. Het was heel bekend, niet alleen hier in de omtrek, maar bijna landelijk. En op het hoogtepunt kan ik jullie wel zeggen, iets misschien voor het koor. Wij hadden op dat moment 35 optredens op een jaar. Ja, wij gingen nog alles een keer op pad. Maar het was één vriendengroep. Maar na een paar jaar daarop gezeten te hebben, kwam daar voor mij een triest einde aan. Maar mijn leven ging door. Ik ben met Greetje, mijn huidige vrouw, ben ik getrouwd. En wij kwamen in Rijswijk te wonen. Greetje, mijn vrouw, die zong ook graag. En toen ik na een jaar werd ik jeugdouderling in de hervormde kerk in Rijswijk, wilde ik samen met haar hulp een jongerenkoor op gaan richten. En dat was het begin van 1984. Vele jongeren hebben wij gevraagd, we hebben nog te strak gesproken, door de regen zijn we toegegaan, om dat er jongeren enthousiast te maken om op een jongerenkoor te komen. En toen bleek er veel enthousiasme, niet alleen vanuit Rijswijk, maar ook uit Giessen en ook vooral uit Andel. Daar kwamen toen ook vele mensen vandaan bij de eerste oprichtingsavond. Er moest toen onder andere ook een dirigent gezocht worden. En had ik op dat moment gevonden. Ik kende hem niet, had hem nog nooit gezien. Maar dat bleek Arie Bogert te zijn uit Gorinchem. Die wilde het wel met ons gaan proberen. En op de eerste avond, de oprichtingsavond, toen kwamen de mensen allemaal, of de jeugden, die kwamen allemaal binnen. Ik kende natuurlijk lange naam niet alle jeugd van Rijswijk, laat staan uit Giessen en uit Andel, want ik woonde er nog maar een jaar. Maar zo ook kwam Arie Bogert binnen. Ik zeg welkom, want hij was ook nog, ik moet erbij zeggen, hij was ook nog jong. Ik zeg hartstikke welkom, gaat u zitten. Ja, maar ik ben de toekomstige nieuwe dirigent. Ik zeg, oh, dat verandert de zaak. Dat was het eerste foutje van mij, wat ik toegemaakt heb. Maar bij de oprichtingsvergadering, waar Arie er toen bij zat, liet ik ook aan de jeugd een naam bedenken voor het koor. Dan mochten ze zelf bedenken en dan konden we kiezen. En later werd het door stemming werd daar de naam Nadia voor gekozen. Wat betekent verwachting of hoop.
En die naam, en ik vond het heel leuk, ik heb er toen straks nog mee gesproken. Die naam die is toen gekozen door Arjan en Helene Lievaert. En die zitten toevallig ook hier in de kerk. Hallo. Ja, heel leuk. En de eerste, wij zijn toen in augustus begonnen. En de eerste optreden wat Nadia op dat moment had, was de kerstnachtdienst in de gereformeerde kerk in Rijswijk. Door mijn vele contacten vroeger met de jeugd van Jezus en ook als jeugdouderlingen zijnde, gingen de aantal optredens, die gingen ook omhoog. Zodoende werd na 4 jaar, heeft Nel van Est, die heeft mij, uit Almkerk kwam zij, die heeft toen mij benaderd om met stichting Nu Helpen, om mee naar Polen toe te gaan. Dat is nu ruim 30 jaar geleden. Ik heb dat toen aan het bestuur van Nadia overlegd. En het bestuur die legde dat ook weer aan de leden voor. En het koor die was dol enthousiast om naar Polen toe te gaan. En dan precies in het 5e jaar bestaan van Nadia. Maar ze vonden wel, de jeugd, of de leden van het koor, wij kunnen daar niet met lege handen aankomen. Zoals u weet, was Polen toen een communistisch land. Er moest ook, het is allemaal doorgegaan, maar het was nog niet zo makkelijk om die grens over te komen. Dat is heel wat anders als nu. Dus niet met lege handen aankomen. En we besloten toen, want er was een heel groot gebrek aan, om een tweedehandse ambulance te kopen en dat aan het ziekenhuis in Poznan te overhandigen. Maar het probleem was, zo'n ziekenauto of ambulance, tweedehandse, kostte wel 15.000 gulden. Dat was toen die tijd een enorm bedrag. Maar toen hebben de ongeveer inmiddels al 60 leden, die hebben de schouders ondergezet en die zijn aan actievoeren gegaan. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb hier een reisverslag bij me van ruim 30 jaar geleden. In dat reisverslag stond onder andere ook in het financieel overzicht. Ik heb verteld, ze gingen voor 1 ambulance van 15.000 gulden. Er werd gekocht. Een ambulance. Er werd gekocht. Een tweede ambulance. Er werd gekocht. Een elektrische rolstoel. En ook nog voor een bepaald bedrag voedselpakketten. Die werden ook uitgedeeld. En ook speelgoed en voedsel, of speelgoed en voornamelijk ook kleding werd er ook meegenomen. En dat alles voor een bedrag van 27.000 gulden. Ja, dat was toch, als ik daar terug op denk, krijg ik nog koude rillingen daarvan. En ik denk ook van alle koorleden die dat toen meegemaakt hebben. Daarna, na weer een paar jaar, toen was er een hongersnood in Afrika. En toen was er de gedachte te gaan, dan we zingen voor Afrika. Wij kunnen zingen. En met zingen kunnen we ook geld ophalen. Dus, met andere woorden, ik had de 4 jongerenkoren benaderd van toen nog uit het land van Heusden-Altena. Kunnen jullie meedoen met een actie en na afloop van de actie een zangavond organiseren in Almkerk? Dat hebben we toen gedaan. Er is toen actie gevoerd en ik had ook contact met
dirigent Herman Riel van het Rooms-Katholiek Jongerenkoor Hank. En ik wist Herman te overtuigen van: Herman, doen jullie nou ook mee met met jullie Rooms-Katholieke koor? En die hebben toen ook enthousiast meegedaan. Op die zangavond, met een bomvolle kerk in Almkerk, dan mochten ieder koor 2 liederen zingen. En gezamenlijk werd de avond beëindigd met een paar gezamenlijke liederen. En van tevoren mocht een koor zich presenteren. Kort vertellen wie ze waren en zo. En dat waren Vivit, Jedaya, Shalom en Nadia en het koor uit de Hank. Ik zal u een anekdote vertellen van wat Herman Riel toen gezegd heeft. Wat hebben die koren in het land van Neusenaltra toch mooie namen allemaal. Vivit, Jedaya, Shalom, Nadia. Dan ga ik maar vertellen hoe dat ons koor heet. Wij heten Rooms-Katholiek Jongerenkoor uit Hank. Dat was het. Er ging toen een groot gejuich op en een groot applaus. Dat zal ik nooit vergeten. Dat was eigenlijk een paar anekdotes die ik meegemaakt heb. Het koor heeft ook hoogtepunten, zoals hier. Dat is een hoogtepunt. Wat ik nu zie, dat is een koor met een orkest. Hadden wij vroeger niet. Een pianootje. Hè? Een elektrisch ding. Maar dit is echt een koor. En daar zijn wij trots op. Heel erg trots. En Greetje, mijn vrouw, die kan er helaas niet bij zijn. Maar ook namens Greetje spreek ik de hoop en de verwachting uit dat jullie nog vele jaren door mogen gaan om Gods lof en Gods evangelie te mogen verkondigen door jullie stem. Ga zo door. Dankjewel.
was het woord in een begin. Eén met God de hoogste Heer. Verborgen glorie in de schepping. Nu door Christus openbaar. Wat een prachtige naam heeft Hij. Wat een prachtige naam is Hij.
Ja, we zijn, zijn aan het eind gekomen van ons jubileumconcert en ik zal met jullie voorgaan in gebed. Ja, lieve God, Vader in de hemel, Heer, aan het eind van deze avond, aan het eind van dit concert, mogen wij tot u komen, Heer, om u dank te zeggen. We hebben u zoveel eer toe mogen zingen, Heer, en we kunnen alleen maar ontzettend dankbaar zijn voor hetgeen we hier mochten neerzetten en hetgeen we voor u mochten doen, Heer. Ja, dank u wel voor het 35-jarig jubileum wat we als koor mogen beleven. En wil u zo uw zegen vragen over de jaren die nog mogen gaan komen, Heer. Wilt u ook een ieder zo veilig weer thuis brengen op de plek waar ze verwacht worden, Heer. En dat u bij hen bent en dat u bij ons allen bent, Heer. Dit alles vragen we niet omdat we het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Oh,
crowd crack wide open and our feet come off the ground.